from falling down. Video. En in deze video heb ik voor jullie een video waarin ik jullie allemaal ga laten zien wat ik heb gekregen voor met kerst en Sinterklaas. Het is natuurlijk al een tijdje Sinterklaas geweest en het is nu ook net kerst geweest. Dus me leek het al heel erg leuk om een video te maken met wat ik allemaal heb gekregen. Deze video is uiteraard niet gemaakt om even op te scheppen met wat ik allemaal heb gekregen voor met kerst. Want kerst draait natuurlijk niet om alle cadeautjes die je krijgt of geeft. Maar het gaat natuurlijk gewoon om de gezelligheid met je familie en zo. Maar ja, ik wil toch gewoon deze video opnemen. Want sommige mensen vinden het volgens mij wel heel erg leuk om te kijken. Ik kijk het zelf ook altijd vooral bij de Amerikaanse YouTubers. Omdat zij natuurlijk kerst mega vieren. In Nederland valt het eigenlijk wel mee. Maar we vieren het ook wel een beetje. Maar deze video is dus niet gemaakt om op te scheppen met wat ik allemaal heb gekregen. Ik heb trouwens ook niet echt mega veel gekregen of zo. En dat hoeft ook helemaal niet. Deze dingen heb ik dus gekregen en ik ben hier gewoon mega blij mee. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekregen? Blijf dan vooral liefzellig meekijken en laten we snel gaan beginnen. Oké, ik ga beginnen met het eerste wat ik heb gekregen. En dat is een nieuwe schooltas. Voor de mensen die mij al langer kennen, al vandaag weten dat dit mijn vorige schooltas was. Ik heb deze al sinds de eerste en ja, toen in de eerste werd hij al een keer vies, want we waren een keer bij CKV. En toen had iemand hier ja, met inkt en zo opgedaan en de onderkant is heel smerig. Yep, dat is dus de onderkant van mijn tas. Zoals jullie net zagen is de onderkant echt mega vies. Ik zei iedere keer weer dat ik hem wel een keer zou wassen, maar dat is er iedere keer niet van gekomen. Dus toen vroeg ik een nieuwe tas in een kleur donkergrijs en het is gewoon dezelfde maat en zo. Gewoon een voorvakje en een middelvak en verder niks. Gewoon heel simpel, basic, maar wel echt mega fijn. En ja, ik ben hier echt mega blij mee. Dus deze. Oké, ook het Ariana Grande parfum in Sweet Like Candy by Ariana Grande. Dit is de verpakking. Ik vind het echt een superleuke verpakking. En als je hem natuurlijk dan open doet, krijg je het parfum. En zo ziet de parfum eruit. En de verpakking ziet er heel erg gaaf uit. En heeft hier ook zo'n ja, fluff dingetje die je er gewoon zo kan afhalen. En deze is weer heel erg zoet. En ik ben hier zo enorm blij mee. En dit is dus 30 milliliter. Dan ga ik door naar nog een luchtje. Dit is namelijk van Victoria's Secret, de Secret Charm Body Splash. Ik heb ook een Victoria's Secret Body Splash gevraagd en ik heb deze gekregen. En deze ruikt mega zoet en heel erg fris. Veel frisser dan die van Ariana Grande bijvoorbeeld. En oh, hij ruikt zo enorm lekker. En ja, ik ben hier gewoon heel erg blij mee. En ik vind hem gewoon heel mooi. En de verpakking is gewoon super mooi en heel chic. Dit is dus het derde wat ik gekregen heb. En ik ben hier echt mega blij mee. En hij ruikt gewoon echt mega lekker. Dus Victoria's Secret in Secret Charm. Nou, voor de mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik heel erg fan ben van Babylips en EOS. Nou, voor als jullie het nog niet weten, ik denk het wel. EOS heeft tegenwoordig ook handcremes en bodylotions. En dan had ik al een bodylotion, namelijk de paarse. En ik wilde ook nog heel graag de roze. Dus heb ik de roze gevraagd en ik heb deze ook gekregen. Dit is de EOS Evolution of Smooth in Berry Blossom. Deze ruikt ook weer mega lekker en oh, ik ben hier zo blij mee. En dit is ook de kleine variant van 200 ml, want je hebt ook nog een grotere. Maar dit is 200 ml en er zit echt mega veel in. En ja, deze is gewoon echt, hij ruikt zo enorm lekker en ze voelen echt heel erg goed. Als je een droge huid hebt, net zoals mij, ik heb echt een extreem droge huid, vooral bij mijn benen. Dan moet je dat natuurlijk wel goed bijhouden, niet dat ik dat heel goed doe. Maar ja, je moet het dus goed bijhouden en dat doe ik meestal met een bodybutter. Maar soms duurt een bodybutter heel lang met intrekken. En dan vind ik het fijner om een bodylotion te gebruiken. En meestal heb je echt van die gewoon echt druiperige bodylotions. Maar dit is echt gewoon een crème, maar ook druiperig. Dus een beetje er tussenin en hij is zo lekker, echt gewoon. Oh, hij is echt een aanrader. Hij is echt mega lekker. Dus deze. En als we nu toch bezig zijn met EOS, heb ik ook nog een EOS handcreme gevraagd. Nou, dit is de groene en dit is als het goed is cucumber. Ik heb de verpakking al weggegooid trouwens, sorry. Maar hij heeft zeg maar, dit is de opening. Je knijpt dan gewoon en dan komt eruit. En dan doe je gewoon zo. Hij ruikt gewoon heel erg lekker en het is ook gewoon een mini formaatje. Dus als je mee wil nemen in je schooltas bijvoorbeeld of als je op vakantie wil gaan in je handbagage of gewoon in je koffer. Hij past altijd wel ergens in, vooral omdat hij ook heel plat is en de meeste zijn echt van die tubes. Hij heeft ook een harde verpakking, dus het is echt gewoon van hard plastic. Ongeveer net zoiets als bij de Eosse, maar dan gewoon in een soort van handcreme vorm. Hier zit 44 ml in en ik ben hier ook echt mega blij mee, want hij is zo lekker. Nou, ik weet niet of jullie die W7 paletten kennen, net zoals deze.
Wij hebben W7 in de Nude, in de Buff en in de Lightly Toasted. En ik wilde heel graag in de Night, want bijvoorbeeld met kerst is het gewoon heel erg leuk om wat uitgebreider ooglook te doen. Niet dat ik dit palet trouwens gebruikt heb dit jaar met kerst, omdat ik juist andere paletten eerst wilde gebruiken. Maar ik heb deze dus gekregen. Nou jongens, dit zijn dus alle kleuren. En ik vind ze gewoon super mooi. Het zijn gewoon nude tinten. Dus als je gewoon een naturelle look wil maken, kan dat ook vooral met de eerste kleuren. Je hebt daarna ook heel veel paars tinten. Paars en een hele mooie rode. Ik gebruik eigenlijk nooit paars en rood. Maar het kan leuk zijn om mee te experimenteren. En achteraan heb je er ook weer wat meer grijze, donkere kleuren. Je hebt mat en shimmer. Volgens mij heb je iets van 4 matten of zo. En de rest is allemaal shimmer. En het zijn zo mooie kleuren. Dus het W7 in de Night Palette. Dan heb ik ook nog 2 cadeaubonnen gekregen. De eerste komt van Fashion Shack. En deze kun je bijvoorbeeld in laten wisselen bij bijvoorbeeld de H&M, de Bijenkorf, de Only, de Cool Cat. En ja, dat zijn gewoon leuke winkels waar ze natuurlijk veel leuke kleding verkopen. En aangezien ik ook weer nieuwe kleding kan gebruiken, komt deze heel goed van pas. Ik ben hier heel erg blij mee. En ja, cadeaubonnen komen altijd wel van pas, denk ik. Ik heb ook nog een cadeaubon voor de Pathé, voor de bioscoop dus. Ik kan natuurlijk ook gewoon met mijn familie gaan, zoals mijn zusje of mijn broertje of zo. Volgens mij draaien er rond deze tijd ook wel heel erg leuke films. Dus dat tot binnenkort ook maar een keer naar de bioscoop dan. En natuurlijk komen bioscoopbonnen altijd van pas. Nou mensen, dat was het weer de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Als dat het was, doe dan nog even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even mijn kanaal, dat kan hieronder op de abonneerbutton. En laat ook zeker weten even een leuke, lieve reactie achter hieronder in de comments met wat jullie van deze video vonden. En laat ook zeker weten even hieronder in de reacties weten met wat jij voor Sinterklaas of kerst hebt gekregen. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En dan zie ik jullie hopelijk gauw weer in de volgende video. Doei!